kabal haat ons. Ze haat de cultuur. Je hebt geen rechts of links, je hebt rechts. En je hebt mensen die de politiek niet volgen en dan maar links stemmen. Leren van het verleden mag niet, dan deug je niet. Maar dat een demissionaire dictator opnieuw Hitler's noodmaatregelen invoert, zoals de avondklok, moet gewoon kunnen ofzo. Maar als je er iets van zegt, dan deug je niet. We zien toch welke kant het op gaat. Wacht maar af, binnenkort zitten we weer thuis. Beesten die patenten zetten op virussen. Slimme vleermuis, kom uit het land van YouTube, censuur en big tech. Zij vinden dat hun community guidelines leidend zijn over de grondwet. Stok in je neus, luier om, medisch dossier op straat, vliegtuig in en dat noem je vakantie. Ik kan dat niet, ja nee, ik noem het verzet zo volksrap. Dat is het geluid die ik vertegenwoordig. Wij willen liefde, vrijheid, democratie en willen dictatuur, censuur, pedofilie. Kinderarbeid vindt plaats omdat Aziatische overheden toestaan. Slavenhandelaren hebben niet zomaar Afrikanen tot slaven gemaakt. Het was een inside job, want als je daar binnen loopt van ik ga jullie allemaal ontvoeren of handelen, dan krijg je een speer naar je kop. Logisch toch? Europa was een ghetto in de gouden eeuw, dus welke welvaart. Net als de woorden van die ene woordenkunstenaar, ik ben helemaal ik klaar. Ben helemaal met klaar. Al deze informatie nu in het openbaar. Als ik in maart nog een GroenLinks-stemmer zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk in elkaar. Ze laten wat deugdtieners bij de ZP-demonstraties knielen. Maar niemand wil de slavernij beëindigen en kost halen op de elites of hun knechten in de politiek. De uitvoerders van de deep state, geef de gestolen spullen terug. Ga domme mensen of kleine kinderen geen schuldgevoel aanpraten. Gewoon de gestolen spullen teruggeven. Bied geen excuses aan voor de slavernij. Fuck dat, geef de spullen terug. Vroeger noemde het schadevergoeding. Shell en al die elites. Volg de paper trail. Money. Het is makkelijk dag te halen. Veel Amerikaanse onderwijsinstellingen en overige gingen hiervoor. Terugbetalen. Goud terug. Stop met de boel leeg te vissen. Want mensen daar verdienen hun brood mee. Geef die spullen terug. Rot op uit die landen. Alle gestolen spullen terug naar Afrika. Abu Talib zei het gaat om gedrag. En RIVM zegt het is niet voor de veiligheid. Dus het is een straf. En wat weet die maloot van een burgemeester in Amsterdam? Ik bedoel demonstrant. Huilen om discriminatie. Ik ben een heteroseksuele man. Ik weet er alles van. Telegraaf is lekker bezig. 9 op de 10 studenten is aangerand. Rechter weet nergens van. Ik wil mijn steentje bijdragen aan de LHBTQ, ik heb er ook een. Febo seksueel, ze willen altijd bij de snackbar eten. En chromoseksueel, dat zijn de kromdenkers. Dus bomen verbranden is goed voor het klimaat. En bij BLM-demo's moet je slavenkapjes dragen. En medisch advies aannemen van journalisten en basisschoolleraren in plaats van wappies, wat we vroeger wetenschappers noemden en experts en artsen. Gezonde jongeren kunnen niet dood van corona, maar wel van de spuit, dus geef ze de spuit. Je ziet het, alle ouderen kwetsbaren zijn al lang geprikt. En ze zetten het gewoon door. Vorig jaar kon ik nog reizen. Geef de gestolen spullen terug. Ga domme mensen of kleine kinderen geen schuldgevoel aanpraten. Gewoon de gestolen spullen terug. Bied geen excuses aan voor de slavernij. Fuck dat, geef de spullen terug. Vroeger noemde het schadevergoeding. Shell en al die elites. Volg de paper trail. Het is makkelijk dag te halen. Veel Amerikaanse onderwijsinstellingen en overige gingen hiervoor. Terugbetalen, goud terug. Stop met de boel leeg te vissen, want mensen daar verdienen hun brood mee. Geef die spullen terug. Rot op uit die landen. Alle gestolen spullen terug naar Afrika. En je ziet nu dat de demonstraties steeds vreedzaam verlopen, omdat die knokploegen niet meer worden ingezet. Maar de journalisten hebben nooit een rectificatie geplaatst over dat railschoppersverhaal, dat ze die vreedzame demonstranten railschoppers noemden, terwijl er gewoon staatspolitie werd ingezet om de boel te verstieren. Maar Extinction Rebellion, Pride, mag wel gewoon doorgaan. Dus dat zegt genoeg. Dat is Controlled Opposition. Die strijden dus voor de staat. Die worden ingezet. Treinkaartjes vergoed, net als BLM op de Dam. Dan weet je genoeg. Staat hier op de website van Extinction Rebellion. Ze worden gefinancierd door de NGO's en hun uitgangspunt is de IPCC. Dit is zo doorzichtig. Oh, echt? Nee, dat is echt.
Laat de kinderen met rust.